De rijkdom van de president was staatsgeheim, dus streng verboden voor het publiek. Vandaag staan er lange files voor het landgoed. De burgers vergapen zich aan de prots van de president. En wat zien ze dan? En een toilet op gouden pootjes of die eettafel die een vermogen gekost heeft. Buiten staat een paard voor de deur. Так богатый ваш президент жил. Очень богатый. Я думаю, что никто больше так не жил. Officieel verdiende de president 1 ton per jaar. Maar dankzij gegraai in de ruif van burgers en ondernemers pakte hij er honderden miljoenen bij. Hij bezat zelfs meerdere paleizen in het land. Fotootje erbij? Наши больницы, понимаете, просто разваливаются на ходу. Столько больных детей в таких ужасных условиях лечатся. А вот жить вот так одному, вот все, это просто ненормально. Это психически ненормальный человек. We lopen verder langs opgravingen uit antieke tijden naar een professionele golfbaan. En dan door naar het vliegveld. Van hieruit maakten de president en de bodyguard zich uit de voeten. Zijn eigen veiligheidscamera's legden de vlucht vast. Op naar het automuseum met eigen tankstation. Hier staan een stuk of 50 peperdure motoren en auto's. Bouw 300 voetbalstadions naast elkaar en het past allemaal op het landgoed. Te veel voor mens en schoothond. Op ruim een uur lopen van de ingang ligt dit speelgoed piratenschip. De woede van de straatarme bevolking op de wilde van de president is groot. Maar de zelfdiscipline van de bezoekers is bewonderenswaardig. Er wordt braaf geluisterd naar de ordebewakers, als ze nog wakker zijn. Want deze jongens hebben de demonstranten in het centrum van Kiev verdedigd. Sst! Nou, порядок есть, hè? Да. Зараз самооборонці наводять порядок. Самооборона Майдану контролює зараз все, щоб не було мародерства, щоб все було в нас спокійно. Янукович ziet deze verzameling niet meer terug. Het parlement wil hem achter tralies zien.